Noord-Brabant. Met bijna 2,5 miljoen inwoners de op één na grootste provincie van Nederland. En de eerste provincie die het ISO 14001 certificaat heeft gehaald op het gebied van milieumanagement in de wegensector. Ik ben er ontzettend blij mee dat Brabant de eerste provincie is die deze certificering behaald heeft. En ik denk dat andere provincies daarvan kunnen profiteren doordat ze bij ons al na kunnen vragen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Waar zijn jullie tegen aangelopen? Kunnen we de beschrijvingen van jullie processen niet kopiëren? Ik denk dat het voor een andere provincie al een stuk makkelijker is geworden om hetzelfde te bereiken. Noord-Brabant is een gezonde provincie en wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Nu en in de toekomst. We hebben ook oog voor de natuur langs onze wegen. Daarom passen we in Brabant ecologisch bermbeheer toe. U ziet dan bij ons ook veel meer langs onze wegen dan alleen maar gras. Bij de keuze voor aanplant langs de Brabantse wegen wordt rekening gehouden met de natuur en het milieu. Bijvoorbeeld door te kiezen voor biologisch geteelde bomen en struiken. Bij biologische teelt van planten worden geen chemische middelen of kunstmest gebruikt. Daarmee ontlasten we het milieu. Dit is een onderdeel van het groene beleid dat door onze provincie wordt gevoerd. Minimaal 20% van alle aan te planten materiaal is biologisch. Ook zijn er langs de Brabantse wegen op veel plekken faunavoorzieningen te zien. Rasters langs de weg die ervoor zorgen dat allerlei dieren niet zomaar de weg over kunnen lopen. Ze worden naar een speciaal aangelegde tunnel geleid waar ze veilig een ondergrondse oversteek kunnen maken. Door deze voorziening goed te onderhouden kunnen we ervoor zorgen dat de dieren hun weg kunnen blijven vinden. Want ook faunabeheer is een belangrijk milieuaspect. Er wordt langs de rasters gemaaid. En ook de lichtkoepels worden grondig schoongemaakt, zodat er natuurlijk licht in de faunabuis valt. De bermen langs de Brabantse wegen worden in het voorseizoen gedeeltelijk en in het naseizoen volledig gemaaid. Ook in dit opzicht doen we er alles aan om rekening te houden met het milieu. Dat doen we door ecologisch bermbeheer. Door op een snelle manier te maaien houden we het langsrijdende verkeer zo weinig mogelijk op. Daarmee voorkomen we onnodig veel uitstoot van uitlaatgassen. We kunnen het maaisel meteen opzuigen. We laten het dus niet liggen. Want als het zou achterblijven, zorgt het voor een verrijking van de grond, waardoor het gras te snel gaat groeien. Dat zou betekenen dat er weer vaker gemaaid moet worden. En zorgt dus voor meer milieubelasting. Jaarlijks wordt in Brabant ruim 6000 ton aan berm- en slootmaaisel afgevoerd. Door ons ecologisch bermbeheer zorgen we voor minder gras langs de weg en dus minder tonnen aan maaisel. Hierdoor hoeven we minder vaak te maaien en minder af te voeren. Bovendien krijgen door het ecologisch bermbeheer kruiden meer kans zich te ontwikkelen. Dit is één van de vele werkwijzen die in het milieumanagementsysteem zijn opgenomen. We proberen ook als we reconstructies doen zoveel mogelijk te hergebruiken. Het heeft ook te maken met het onderhoud van de bermen eromheen. Daar passen we ecologisch bermbeheer toe. Bij het verwerken bijvoorbeeld van asfalt wat ergens weggehaald wordt. In het verleden zat daar vaak nog teer in. Nou, dat teerhoudend asfaltgranulaat bijvoorbeeld, dat moet je op een hele zorgvuldige manier afvoeren en verwerken. Nou, zo zijn er een heleboel onderdelen waar we allemaal rekening mee houden. Teer is kankerverwekkend. Daarom is het verwerken van teerhoudend asfalt een zeer hoge prioriteit. En het is een proces dat erg nauw luistert en vraagt om zeer grote zorgvuldigheid. Voordat er begonnen wordt met het feitelijk verwijderen van teerhoudend asfalt, is er al een uitgebreid rapport gemaakt van de toestand van de weg. Met behulp van een profielschets wordt zichtbaar gemaakt waar en op welke precieze dieptes teer in de weg zit. Met het gecertificeerde milieumanagementsysteem zorgen we ervoor dat dit proces continu bewaakt wordt. Met behulp van gespecialiseerde bedrijven wordt er op weggedeeltes waar teer is gevonden selectief gefreesd. Dat betekent dat het wegdek op verschillende dieptes steeds waar teer is gevonden selectief wordt verwijderd.
De vrees waar dat mee gebeurt bestaat uit meer dan 170 bijtels voorzien van een diamanten kop. Steeds wordt gecontroleerd of de diepte correct is. Met een speciale witte spray wordt zichtbaar gemaakt waar gevreesd moet worden. De gele verkleuring duidt op teer. Alle asfaltresten die na het frezen nog op het wegdek liggen, worden meteen opgeveegd en van de weg verwijderd. Door gespecialiseerde bedrijven wordt het teerhoudend asfalt thermisch gereinigd. De materialen die overblijven zijn uitstekend geschikt om weer hergebruikt te worden. Al het verwijderde teerhoudende asfalt wordt meteen afgevoerd en dezelfde dag nog verwerkt.